Goedenavond allemaal. Het is Goede Vrijdag en natuurlijk weten jullie al waar ik het over zal hebben. Over Pasen. Jezus is voor de hele wereld gekomen. En hij heeft geleden, ontzettend geleden. Maar weet je wat het is? Heel veel mensen in de wereld die weten dat niet. Ze hebben wel eens het paasverhaal gehoord, maar ze weten niet waarom Jezus aan het kruis is gegaan. En als ze dat horen, dan geloven ze het niet. En daarom mogen wij het vertellen aan de wereld, wat Jezus voor ons heeft gedaan. En weet je, Jezus vertegenwoordigt de Vader. Hij heeft God vertegenwoordigd op deze aarde, toen hij hier kwam. En hij wilde laten zien wie zijn Vader is. Want Jezus zei ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Geen andere goden, wat dan ook, alleen door Jezus. Omdat Jezus zijn bloed heeft vergoten voor onze zonden. Eigenlijk is de wereld onze akker om daarin te werken. Wij bewerken de akker, wij geven mest, wij geven voedsel en wij zorgen ervoor zoveel mogelijk dat het gezond blijft. En dan kunnen wij het evangelie brengen. Weet je, er zijn helden in deze wereld. En in de Bijbel las je ook wel eens dat er helden zijn. Kijk maar naar Mozes en Gideon en nog vele anderen. Want er is moed voor nodig om een held te zijn. Vooral als je moet vechten. En eentje noem ik echt een grote held. De grootste held en dat is Jezus Christus. Amen. Hij was de grootste held alle tijden. Waarom? Omdat hij voorover had om die weg te gaan van lijden. Voor ons. En hij was in de bloei van zijn leven. Hij was nog heel jong. Maar hij moest toch sterven. En dat allemaal voor de hele wereld. In Johannes 4 vers 34 daar staat. Mijn spijze is de wil te doen degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. Ja, dat geldt ook voor ons. Als Jezus de wil van God doet, des te meer wij ook. Hij ging vrijwillig aan het kruis. Ja, in die tijd weet je, als je aan het kruis ging, dan was je een misdadiger. Dus ze zagen Jezus ook als een misdadiger. En dat heeft hij allemaal voorover gehad voor ons. Door de zonde van deze wereld zijn de mensen heel ver verwijderd van God, hè? Heel ver verwijderd. En ze zitten ver weg van God. Maar God had een beter plan dan wat de duivel wilde. Zijn plan was Jezus te zenden naar de aarde. De grootste cadeau voor ons is natuurlijk de Heer Jezus. Weet je, God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn eigen zoon aan het kruis liet nagelen. Voor de zonden van ons, zodat wij straks bij God eeuwig leven mogen hebben. Zo lief heeft God deze wereld. En nog ga ik even een stukje hebben over de liefde van God. Toen ik tot bekering kwam. Nou, toen was ik hodeldebodel. Ja, want ik was vroeger ook wel gelovig. Ja, ik ging naar de kerk, maar ik dacht, dat was het, hè. Ik wist niet dat je ook tot bekering moest komen en de Heer Jezus moest aannemen. En dat je een kind van God kon worden. Ik dacht, als je in God gelooft, ben je al een kind van God. Maar dat was niet zo. Ik ontdekte veel meer. Dus, een vriendin die bracht me naar de samenkomst, een vrije groep dan, hè.
Ik dacht in het begin, oh, dat geklap. Heel vreemd allemaal, hè? Heel anders dan in de kerk eigenlijk. Nou, en fijn, toen op de laatste, toen ging ik vaak mee. Toen kwam ik dan tot bekering en tot erkentenis de waarheid. En toen wist ik, overtuigde de Heilige Geest, wie Jezus werkelijk is en wie God is. En wat het voor mijn leven betekende. Dus, ik was zo hodeldebodel, hè, van die eerste liefde van God in je hart. Ik ervaarde de echte vrede en de blijdschap heb ik nog nooit gehad. Ik was vroeger altijd vrolijk, maar er was een andere blijdschap. Dat was echt van de Heilige Geest. Dus, wat deed ik? Ik werkte op kantoor. Ik was typiste toen. En ik plakte op de machine, plakte ik... Jezus leef, houd er rekening mee. God is liefde, God is goed. Want ik wilde getuigen van Jezus. Ik was zo vol van hem. Dat was de eerste liefde, hè. Dan moet je proberen die altijd te vasthouden. Want als je heel lang met de Heer gaat, dan gaat het misschien een beetje over en door de problemen in je leven. Maar dan moet je altijd vasthouden. Dus ik getuigde hier en ik getuigde daar. En dat ging hartstikke goed, hè. Ik dacht, nou, ik breng mensen nog eens tot bekering. Ik was zo vol van Jezus. Iedereen moest horen wie Jezus is. En weet je, de liefde van God, die verzadigt je hart. Hij vult je hart. En hier heb ik een hele mooie spreuk zo dadelijk daarover, over de liefde. Kijk, als je verliefd bent, voor het eerst, op een jongen of een meisje, op een jongen of meisje, hè, dan, sommigen die zijn helemaal in de wolken, dan lopen ze daar en dan komen ze tegen een lantaarnpaal, ze letten even niet op, hè, de hele dag denken ze maar aan hem of aan haar, hè, en ze willen van alles horen over die persoon en ze dromen ervan, ze kunnen soms niet eten en soms kunnen ze ook niet slapen, zo gaat dat, hè. En hier heb ik een spreuk. Ons eerste kus was in de schuur. Want ze is zo in de wolken. Hij miste mijn mond en raakte de muur. Weet je? Nou, dat is als je verliefd bent. En als je de eerste liefde hebt met God, ja, dan ga je ook overal vertellen. En je vindt het helemaal niet erg. Je bent zo vrij als een vogel. En ik vertelde maar door op mijn werk, totdat die meisjes zeiden, ja, nou weet ik het wel hoor, hou nou maar eens op. Ik heb het al heel 100 keer gehoord. Nou, zo ging dat dan, hè. En dan heb je nog eentje. Een kus is een afdruk van een indruk die met nadruk vraagt om een herdruk. Begrijpen jullie wel, hè? Dus zo gaat dat als je de eerste liefde hebt van God. Dus, de liefde van God is het kostbaarste wat er is. De liefde van God kan je totaal veranderen. Je bloeit helemaal op. En dat geneest, en dat genees je van allerlei zaken wat je mee hebt gemaakt. Van trauma's en van, ja, van heel veel dingen. Eigenlijk is de liefde van God een medicijn naar lichaam, ziel en geest. Dus het was niet zomaar een offer en een weg die Jezus ging. Want in het hof van Gethsemane, daar had Jezus heel veel zware strijd gehad. Hij wist wat hem te wachten stond. Ja, het was heel zwaar. En nou denk je misschien, nou, dat is toch de Zoon van God. He, daar kan hij toch wel tegen. Nee, hij was als mens gekomen. En hij maakte ook heel veel mee wat wij meemaken. Hij voelde hetzelfde als wij. Hij wist ook wat pijn was. Daarom is het van veel waarde om hem te blijven volgen. In alles. Want dat is hij waard. Want anders... Zo alles wat Jezus voor ons heeft gedaan,
te vergeefs zijn. Als wij weer terugvallen in de zonde of hem de rug toekeren. En weet je, Jezus was ook standvastig in alles. Dat was ook wel nodig. Hij was een voorbeeld voor ons. En in de hof van Gethsemane, daar kreeg hij ook angst. Hij wist ook wat angst was. En dan wil ik openslaan, Lucas 22, vers 39 tot en met 46. Lucas 22, vers 39 tot en met 46. En hij verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen. En hij vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: waarom slaapt gij? Sta op, bid, dat gij niet in verzoeking komt. Daar heeft hij al twee keer over gehad, over die verzoekingen. Dat geldt ook eigenlijk voor ons, vandaag aan de dag. Wij mogen ook altijd bidden, iedere dag als wij uit ons bed komen, mogen wij bidden van: Heer, bescherm ons voor verzoekingen, want je weet niet wat zo'n dag brengt. Jezus heeft zo geleden in Gethsemane, maar het grote lijden moest nog komen, want hij lijdde al van tevoren en hij was nog niet aan het kruis. Maar toch deed hij de wil van God en hij was daarin standvastig. Want weet je wat de zonde doet met je als je weer, zeg maar, terugvalt of als je in de wereld gaat leven zonder God? Zonde is eigenlijk net een vos die de wijngaard bederft. Zonde kan heel je leven verwoesten en beschadigen. Zowel geestelijk als lichamelijk. Het is nodig dat Jezus zijn bloed had vergoten voor onze zonde. Want weet je, als je tot Jezus kwam, of als je tot de Vader kwam, dan... En je beleidt je zonde, dan ziet God jou in Christus aan. Dat Christus het voor jou heeft gedragen. En dan heb je vrij toegang tot God door Jezus Christus. Weet je, wij hebben een fijne toekomst door Jezus. Wat een heerlijke vooruitzicht hebben wij door Jezus. Wat heeft Jezus eigenlijk veel gedaan voor ons? Soms zitten we daar niet bij stil. Maar als je goed nadenkt, ja, dan heeft hij heel veel gedaan. En weet je, om goed nieuws te horen vind je het altijd fijn, hè? Maar als je, zeg maar, iemand aan de telefoon krijgt en die zegt bijvoorbeeld tegen je: nou, ik heb wel nieuws voor jou. Maar het is niet zo leuk. Ja, dan vind je dat niet leuk. Als je naar het nieuws gaat horen. Nou, de discipelen, die hoorden het nieuws dat Jezus aan het kruis moest. Dat was heel naar nieuws voor hun. Maar prijs de Heer, hij is opgestaan. En dat was het goede nieuws.
En door zijn dood en opstanding mogen wij in vrijheid leven. Dus we zijn vrijgekochten des Heeren. Er waren zoveel voorbeelden in die Bijbel hoe Jezus met mensen omging. Dat is waar hoor. Daar is hij een voorbeeld van. Hoe Jezus met mensen omging. Daar kunnen wij heel veel van leren. Kijk maar naar Petrus, hè. Petrus verloochende Jezus uit angst. Want hij was bang dat hij zou worden gepakt. Maar weet je wat zo mooi is? Jezus geloofde in Petrus. Jezus gaf hem 1000 kansen om toch met Petrus door te gaan. Want hij zegt zelfs, daar verder in de Bijbel, dan lees je, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Terwijl Petrus hem had verlogen. Ja, vaak hebben wij bij de mensen afgedaan. Door onze tekortkoming misschien, of zwakheid. En dan ben je verworpen, dan heb je het gedaan. Afgedaan. Je kan het niet meer goed maken. Zo is het bij de mensen. Maar God heeft altijd nog vertrouwen in jou. God, die heeft geloof in jou. Ook al ben je nog een keer gestruikeld. Ook al is er zoveel misgegaan. Ja, weet je, de Heer is een bemoediger eigenlijk, hè? Ja, hij bemoedigt je altijd. Hij kijkt niet van wat je gedaan hebt. Als je vergeving hebt gevraagd, heeft hij je helemaal vergeven zonder nog restjes uit te pikken en uit te halen, hè? Van, hé, weet je nog wat jij toen gedaan hebt? Weet je dat nog? Ja, dat moet je nooit meer doen, hoor. Hij zal je ook geen verwijten gooien. Dat doet Jezus niet. En God laat hierin zien wat echte liefde is. Toen Jezus verscheen aan zijn discipelen na zijn dood, toen liet hij zien dat de dood niet het einde is. Want Jezus was waarlijk opgestaan, prijs de Heer daarvoor. Daarom gaan we ook Pasen vieren en je mag van blijd zijn dat Jezus dat allemaal voor ons heeft gedaan. Dus dat was ook een bemoediging voor de discipelen dat Jezus in hun midden stond. He, dat hij in één keer aan hun verscheen en hij at zelfs vis. Nou, er was een mevrouw in het bejaardenhuis waar ik gewerkt heb, die zei tegen mij, Ilse, hoe zit dat nou als je een verheerlijk lichaam hebt, net als Jezus, hè? Die eet ook vis en... Hoe zit dat nou? Heb je daar in de hemel ook toiletten? Toen zei ik, ja wel nee, dat zal wel ergens blijven, want je hebt een verheerlijk lichaam. En dat zal wel ergens in je lichaam verpulveren of zo. Ik weet het niet. Maar die mevrouw had altijd hele leuke vragen. En ik wist daar ook geen antwoord op, maar ik vond ze wel grappig. Ze had altijd van hele leuke, grappige vragen. En ik kon bij haar altijd met de Bijbel terecht, want elke week als ik bij haar kwam, dan wilde ze dat ik een klein stukje in de pauze Bijbelstudie gaf. Nou, dat deed ik dan. En Jezus kwam met zijn verheerlijkte lichaam bij de discipelen en hij at vis, hè. Hij was al heel lang vertoefde hij tussen hen. En weet je, als mensen jou verwerpen en ze zien jou niet zitten, prijs de Heer, maar God ziet jou wel zitten. Ook als zul je helemaal alleen komen te staan. Want God is een rechtvaardige God en hij ziet het hart aan. Ergens in de Bijbel staat, ik leef en gij zult leven. Nou, als je dit goed leest, dan lijkt het net een bevel. En gij zult leven. Dus de Heer die kiest voor het leven. En niet voor de dood.
Want na dit leven mag je eeuwig leven bij God de Vader. Weet je, Jezus had ook autoriteit, hè? Over alle dingen. Zelfs over de natuur. Over ziekte, over dood, over alles. En er gebeuren ook grote dingen. Maar Jezus had gezag. Daarom zegt de Bijbel ook dat alle knie zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Amen. Hem is de macht gegeven in hemel en op aarde. En de steen werd weggerold omdat Jezus weer leefde. Is de steen van je zonde ook weggerold? En leeft Christus ook in jou? En leef je een nieuw leven met Christus? Als het niet zo is, neem Jezus aan in je leven. Met Jezus te leven, dat is pas leven. Dat is echt leven. Dan begint het pas. Jezus wil ons inspiratiebron zijn. Van ons leven. Als je voor Jezus hebt gekozen, dan heb je een hele beste keuze gedaan. Een hele beste keuze. En Jezus is altijd bij... En met jou zoals hij zei, ik ben met jou tot aan de voleinding der wereld. Matthäus 28, vers 20. En hij zegt ook, ik zal je niet begeven, nog verlaten. Hebreeën 13, vers 5. Weet je, Jezus heeft alles volbracht voor ons, opdat wij het ware leven zouden ontvangen. Dankzij Jezus kunnen wij weer verder. Dan hoef je niet meer achterom te kijken wat er geweest is. Maar met Jezus heb je telkens weer, niet één keer hoor, telkens weer een nieuw leven. Dus daarom zie altijd op Jezus, zie altijd op de Heer, want Hij wil je overal doorheen helpen. Amen.